Riedegouwen is rond 6:30 de bestuurder van een personenauto gewond geraakt bij een ongeval op de Rijksweg Noord in Zwamen. Een taxibusje moest stoppen bij een oversteekplaats voor voetgangers. De achteropkomende auto zochte te laat, bootste achter op de taxi. De bestuurder van de taxi en zijn passagiers zijn zover bekend niet gewond geraakt door de klap. Twee auto's zijn flink beschadigd. De personenauto is mogelijk zelfs totaal los. De bestuurder van de auto is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.